De Zo Word Je Steenrijk podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Nestor Smart Finance, Financiering Regelen en Era Focus Makelaars. Geld vinden heel veel mensen toch ook nog wel een vies woord. Dus ze denken, hoezo wil jij veel geld verdienen? Hoezo wil jij rijk zijn? Maar ja, toen bleek in de praktijk dat er helemaal geen tickets verkocht werden. Ondanks dat ik het riep hoor, dat gezin en vrienden en je gezondheid... Tijd voor jezelf, dat super belangrijk is. Denk ik dat ik daar echt niet altijd naar gehandeld heb. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu. In Zo Word Je Steenrijk. We beginnen met de intro. Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Daar ben ik altijd benieuwd naar en zeker in deze aflevering. Want ik kan je nu al vertellen dat dit een hele bijzondere aflevering gaat worden. Mijn gast van vandaag, die komt uit de Achterhoek. Ze is eerder te gast geweest in Zo Word Je Steenrijk. Aflevering 9 was dat, een van de allereerste. Toen zat ze niet alleen op het bankje. Ze was onderdeel van Meisjes met een Missie. En heel erg triest. Haar zus is zeer recent, 4,5 maand geleden, op 33-jarige leeftijd komen te overlijden. Ik heb het over Marielle Hukker. Ja. Welkom. Dankjewel. Fijn om hier weer te zijn. En ook gek om hier weer te zijn. Ja, want enerzijds, hè, dat was aflevering 9. Het was toen nog op ons kantoor. Inmiddels hebben we een hele professionele, aparte studio. Ja. Je vroeg al van, waar is die meneer met dat baardje die toen... Die is ook alweer ingewisseld. ja. En ondertussen een aantal versleten. Ja, dus, maar ook gek omdat toen ik in aflevering 9 hier zat met zoveel passie... en eigenlijk nog aan het begin van ons avontuur zat... en nu eigenlijk helemaal aan de andere kant zit weer. Vind ik ook heel gek. Ik denk, oh ja, toen zat ik nog met zoveel passie en energie en plannen van dit willen we en dat willen we. En waren echt wel heel enthousiast over ook. Nou, 100%. Ja. Ik zat net in de voorbereiding op dit gesprek nog even die aflevering terug te kijken en te scrollen. En ja, jullie zaten met z'n drieën op het bankje. Hè. Het was... Meisjes met een Missie. Nou, net gaf je al even aan van het is nu meisje en momenteel even zonder missie. Zonder missie. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Dus nee, in dat opzicht is het vooral gek dat we in een andere studio zitten en dat er hier iemand anders is die de audio en video doet. Was nog het minst qua verandering. Maar wat kan er dan veel gebeuren en veranderen in zo'n tijd? Ja, leven kan helemaal op kop gegooid worden. Want het is dan ongeveer 2 jaar geleden geweest dat die opname, misschien iets langer, maar niet veel. Klopt, toen zat Nicole ook nog aan haar chemo. En volgens mij vertelde ze toen nog in de podcast, eigenlijk zit ik hier nu, maar volgens mij had ze medicijnen ingenomen. Ze was moe en ze had medicijnen ingenomen die haar wat oppepte, waardoor ze... Ja, ze zegt ook, ik weet niet meer wat ze precies zei toen, maar ze was een beetje high, een beetje onder invloed voelde ze zich. Ik weet niet of het ook zo overkwam, maar zo voelde ze zich. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel knap en fijn en ben daar dankbaar voor dat je nu al zo snel jouw verhaal hier in je eentje terugkomt. Want ik kan me ook heel goed kunnen voorstellen als je er helemaal geen behoefte aan had gehad of dat je gezegd had van Martijn... Misschien in de toekomst na een jaar of zo. Maar is dan de reden dat je daar ja tegen gezegd hebt en dat je hier nu al zit? Ik merk dat het praten over Nicole
En het hele proces wat ik doormaak heel erg helpend is in het rouwproces. En misschien ergens ook wel de angst hebben dat als daar nu te lange tijd overheen gaat, dat ik misschien zelf de behoefte ook niet meer voel. En misschien ook wel dat het vergeten wordt. Min of meer. Ik weet niet of ik begrijp wat ik bedoel, maar dan is het op een gegeven moment, mensen gaan verder met hun leven en hebben ondertussen ook alweer heel veel andere dingen meegemaakt. En dan raakt dat zo uit beeld. En ergens wil ik nog zo graag dat stukje vasthouden of zo, dat Nicole en ik hadden op het laatst. Ook met Meisjes met een Missie. Dus dat is de reden dat ik dacht, nee, maar ik wil het eigenlijk ook wel zo snel mogelijk doen, zodat dat zichtbaar blijft. Maar is dat dan vooral interessant? Is dat dan vooral voor jezelf dat je dat stukje met haar wat je samen hebt wil blijven koesteren? Of dat je bang bent dat haar verhaal en het nieuws rondom haar overlijden, dat al heel snel naar de achtergrond verdwijnt? Ja, ik denk vooral ook dat heel veel mensen Nicole gaan vergeten. En Nicole was onderdeel van de vastgoedfamilie. En misschien met deze podcast dat mensen zich dat ook nog goed herinneren. Maar als je 1 of 2 jaar verder bent, is jullie familie ook alweer heel erg uitgebreid. Weten heel veel mensen niet meer wie ze was. Nee. En dat is ergens ook wel de reden dat ik denk, ja, maar ik wil gewoon wel haar naam blijven noemen. Ja. Ja. Nee, Nicole was inderdaad een zeer gewaardeerd lid van de Vrijheid Vastgoed familie. Ook een van de eerdere van redelijk het aan de begintijd. En helaas is dit voor ons ook een nieuwe situatie, dat dan iemand van de community, in ieder geval voor zover ik weet, ik wil niet zeggen dat het in de tussentijd niet gebeurd is, maar misschien zijn we daar niet van op de hoogte, ons ontvallen is. Dus ja. Nee, laten we hopen inderdaad dat... Ik verwacht niet dat gebeurt, maar ik snap wel wat je zegt. Hè, want natuurlijk, het is nu 4,5 maand geleden. Want wanneer is Nicole overleden? 12 juni 2023. 12 juni 2023. In de tussentijd zal de tijd voor jou stilgestaan hebben. Maar ja, toch ook weer niet. Het gaat ook echt alweer heel snel verder. Ja. 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 Maar qua ontwikkeling en zo denk je soms wel van, het is alsof je een paar tredes van de trap bent gevallen of zo. En dat je naar die trap kijkt en denkt, oh, ik moet het eigenlijk wel weer eens een keer gaan bewandelen. Je ziet het wel. Zo voelt dat een beetje, dat je daar onderaan staat. Ja, en ondertussen gaat die tijd wel verder, dus je ziet het wel aan je voorbij gaan. Maar het lukt me nog niet om erin deel te nemen. Is het eigenlijk sinds haar overlijden allemaal dan een beetje een grote roes geweest voor je idee? Of hoe moet ik dat zien? Want ik kan me dat niet voorstellen. Ja, ik denk sinds de diagnose, is 12 juni overleden. 15 mei 2023 heeft ze te horen gekregen dat ze niet meer beter zal worden. Dus het is uiteindelijk ontzettend snel gegaan. Ik denk uiteindelijk vanaf die diagnose ben ik ook minder gaan werken in mijn eigen bedrijf. En vanaf haar overlijden lukt het me heel moeilijk om alles weer op te pakken en vast te pakken en richting te geven. Ja, ik denk dat zeker na haar overlijden nog verder versterkt is. Dat je soms echt denkt, ik heb echt de eerste weken alleen maar op de bank voor me uit zitten kijken en alleen maar zitten denken, uren en dagen lang, wat is er eigenlijk gebeurd? Hoe kan dit? Ja. Dat je echt zo naar buiten zit te kijken, helemaal verslagen. Maar wat overkomt ons nu toch? Ongeloof. Nee, en ook dat, je komt uit de Achterhoek, zei ik al. Nou, dat is zo'n 1,5 uur rijden hier naartoe. Je zei van, voorheen luisterde ik dan heel graag naar podcast in de auto. En nu zeg je van, het gaat allemaal langs me heen. Het komt niet eens meer binnen. Het boek lezen, het lukt niet meer. Ik hou heel erg van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb ook naast mijn bed een heel stapeltje boeken liggen die ik wil lezen. En ik pak mijn boek wel, ik open het wel en ik lees de zinnen wel. Maar als ik bij de 5e zin ben, dan denk ik alweer, wat had ik ook alweer bij de 1e zin gelezen? Ik sla het niet meer op. En dit is de 1e keer ook dat ik na overlijden weer echt een stuk de snelweg op ga. Ik heb me echt een beetje vergist in hoe intens dat misschien is. Wow. Want ik miste ook, of tenminste, ik zei hem in het voorgesprek al, dan zijn mijn navigatie over 500 meter rechtsaf. En ik bleef voor me uitkijken, rechtdoor rijden en dan over 300 meter rechtsaf. Over 100 meter rechts. Oh, ik moet rechtsaf. Dat komt gewoon niet meer aan. Dat ik denk, jeetje joh, dat heb ik echt 3 keer gehad onderweg hier naartoe.
Heftig. Ik ben eigenlijk gewoon een gevaar op de weg. Eigenlijk zou ik helemaal niet deze afstanden moeten gaan rijden nu. Realiseer ik me toen ik hier aankwam. Ja, ik was me er ook niet van bewust dat je nog niet eerder... niet zo'n afstand, gereden. En ik dacht ook, dat kan prima weer. Maar ja, met mijn concentratie is het gewoon echt nog niet goed. Nee. Ja, dat is ook confronterend dan, hè? Nou, wel eventjes, ja. Doe je alsjeblieft voorzichtig, zo meteen op de terugweg. Ja. Dat, heftig. Ja, je zei zelfs van, ik ben letterlijk doodziek geweest de eerste paar weken. Ja, echt fysiek, wat dat met je doet. Ja, ik zei jou al, ik ben iemand die heel veel met mindset bezig is, mijn hele leven al. Ik ben in mijn verleden heel aantal jaar depressief geweest en toen... Heeft dat mindset en de persoonlijke ontwikkeling en de boeken lezen, podcast waren er toen nog niet, heeft me er enorm uitgetrokken. Dat ik dacht, als je met mindset bezig bent, dan kun je ook dingen vanaf een andere kant bekijken. En doordat je het vanaf een andere kant kunt bekijken, kun je ook jezelf weer uit de ellende trekken. En nu Nicole is overleden... Probeer ik dat wel, maar ik merk dat ik geen stap verder kom en realiseer me dat sommige processen in dit leven gewoon doorleefd moeten worden. Dat is niet even een kwestie van... Er is geen recept voor? Of... Nee. Weet je, ik heb ook de eerste tijd heel erg gedacht van, oké, als ik er nou een les uit probeer te halen. Hè, als ik nou probeer te denken, wat wil het overlijden van Nicole mij zeggen? Ja, daar krijg ik geen antwoord op. Dan denk ik, wat is dit voor... Nutteloze reden geweest dat zij is weggehaald. Ik kan echt niet één reden bedenken waarom het mijn leven zou verrijken dat zij is overleden. Maar zo probeerde ik wel te denken om maar een beetje vat te krijgen op die gedachtes van dat ze er niet meer is. Nee, maar denk je ook misschien dat het niet nog te vroeg is om dat in te zien wat die reden is en dat dat zich nog in de... Wellicht. Nabije toekomst kan ontvouwen en dat je dan wel een moment hebt van aha... Dat was het? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het echt in alle opzichten gewoon veel te vroeg is om daar nu enige uitspraak over te doen. Als ik andere mensen spreek die iets soortgelijks hebben meegemaakt, die zeggen inderdaad dat ze 4, 5 jaar na zo'n overlijden met hun werk bepaalde keuze gemaakt hebben. Of in een relatie iets een keuze gemaakt hebben. En dat ze zeggen, dat is wel door het overlijden van diegene gekomen dat ik me dat ben gaan realiseren. Ik denk absoluut dat dit niet het moment is nu om daar al iets in te gaan zoeken en te vinden. Nee. Maar ik denk misschien moet je ook nog niet eens dat willen, inderdaad. Nee. En of het wordt op een gegeven moment duidelijk of niet. Of niet, nee. Ja, dat kan ook nog. De vraag is dan ook, geloof je echt dat alles in het leven met een reden gebeurt? Dat overal iets achter zit? Of zijn sommige dingen niet gewoon... Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het geloven dat zo is, dat alles met een reden gebeurt, het leven draaglijker maakt. Als je denkt bij alles wat je overkomt, sommige mensen hebben echt wel een heel moeilijk leven namelijk. En als je dan bij alles wat zij door moeten maken denkt van, oh, heb ik weer... Altijd ben ik degene die dat moet overkomen. Ja. Dan is het wel heel zwaar. En als je iedere keer uit zo'n moeilijke periode... daar toch weer een soort lering uit kunt trekken van... Hey, maar doordat ik dat heb meegemaakt... ben ik daar sterker in geworden of ben ik die richting ingeslagen... kun je ook die moeilijke periodes misschien meer omarmen. Ja. En ik vraag me dan ook af van... ben benieuwd hoe jij... Hè? Sommige mensen hebben het in het leven heel erg... zwaar. Denk je niet dat sommige mensen ook misschien bepaalde dingen in het leven aantrekken door juist te zeggen van ik ben altijd degene die dat moet overkomen, waardoor dat dan inderdaad ook zo is. Want als je bijvoorbeeld dan gelooft in affirmaties, die je natuurlijk in positieve zin kan gebruiken, dan is dit er natuurlijk wel misschien eentje andersom. Nou, dat is goed dat je dit zegt, want ik was toevallig van de week even iets van Kim Munnekom aan het kijken. Zij is helemaal in de Law of Attraction. Ja. En ik lees dan wat ze zegt en als ik dan even intune bij mijn eigen energie die nu gewoon echt nul is, dan wil ik zo graag geloven dat het zo is. En ergens denk ik ook van, maar ik zou echt niet weten welke eerste stap ik nu zou kunnen nemen om überhaupt weer zo te kunnen gaan denken in overvloed. En ik ben nu gewoon echt al blij dat ik de dag een beetje doorkom. Laat staan dat ik nog moet denken in overvloed aantrekken en in... weet ik veel, dat alles mogelijk is en dat alles kan in het leven. En dan denk ik, verdorie, mijn zusje is overleden. Dat was ook niet mijn plan. En daar heb ik ook heel vaak geaffirmeerd. Nicole is gezond. En die ging dood.
Heb je daarmee zoiets van het werkt niet? Een beetje nee, het vertrouwen erin verloren? Nee, ik ben niet het vertrouwen erin verloren. Ik denk zeker dat dit soort dingen heel helpend kunnen zijn. Maar ik denk niet dat alles in het leven maakbaar is. Ik geloof dan misschien wel meer in dat er al een soort uitgestippeld plan is. Plan voor je ligt, ja. Ja, en dat je het leven moet ondergaan. En dat dat voor de een vroeg eindigt en voor de ander wat later misschien. Ja. Ja. Ja, nou ja, de tijd zal dat, zal dat leren. Ja, maar ik vind het interessant wel ook om van jou te horen van... ik heb altijd aan mijn mindset gewerkt. En ik dacht dat die echt wel heel erg goed was. Maar ik ben erachter gekomen dat door deze hele situatie en het overlijden... dat toch misschien minder was. En dat je ook gewoon daar de ruimte aan moet geven om dat te laten zijn. Ja, of ik... Ik heb wel het gevoel dat mijn mindset heel sterk is. Ook zeker in vergelijking met hoe andere mensen soortgelijke gebeurtenissen dragen. Ja. Als ik bijvoorbeeld mijn vriendinnen hoor die zeggen, ik heb zoveel bewondering voor je. Hoe je toch iedere keer weer positief kunt zijn. En hoe je toch iedere keer weer je schouders eronder gaat zetten. En wel gaat sporten en niet op de bank blijft zitten. En je wel voor gaat nemen om maar dingen te blijven doen. En die dan zeggen van ik kon dat bijvoorbeeld niet. Of ik ken mensen die dat helemaal niet doen. Maar het is wel dat zoiets zoveel impact op je maakt. Ik ben er letterlijk doodziek van geweest. Fysiek. Net wat ik zeg, het moet doorleefd worden. En daar zal op enig moment wel een bepaalde richting in gaan komen. Waardoor die mindset misschien wel weer helpend kan zijn. Maar op dit moment, denk ik vooral nog steeds... Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd en waarom en hoe nu verder? Ja, je kan je natuurlijk ook afvragen hoe jij met de situatie was omgegaan als die mindset niet zo sterk was geweest. Ja, ik kan me voorstellen afglijdt in de ellende en dat je... bijvoorbeeld, ik heb de eerste weken helemaal niet geslapen. Gewoon fysiek, mijn hersenen konden dit verlies niet verwerken. En... Nou, er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen, dan moet je naar de dokter gaan en dan moet je slaapmedicatie gebruiken. Ja, is dat echt een oplossing? Ja, en daarvan zeg ik ook, maar er is een reden dat ik niet slaap. En ik kan dat nu gaan onderdrukken met slaapmedicatie, maar zodra ik daarmee stop, is het probleem niet opgelost. Ik moet hier doorheen. Ja. Ik denk echt dat het enige antwoord is, dat ik dit moet doorleven om weer vooruit te kunnen komen. Ja, plus slaapmedicatie kan heel verslavend zijn. Je kan zomaar een probleem erbij hebben voor jezelf. Kijk naar Amerika, hoeveel mensen daar wel niet van de gewone medicatie... Ja, of antidepressiva. En ik snap het als mensen daar wel voor kiezen. Want ik voel ook echt hoe shit het is om in deze ellende te zitten. Maar dat is dan misschien wel zo. Door de mindset die ik al had, sta ik daar wel zo in van ik moet het aangaan. Ja. Je moet het gewoon echt aangaan, doorleven. En er zal vast een moment komen dat het beter gaat. Ja. Ja, en we zitten natuurlijk dan in een maatschappij kennelijk... dat als er even iets niet helemaal werkt... dan dat er overal wel een pilletje voor is. Nou, ook dat. Ja, die kun je te pas en te onpas krijgen, hoor. Dat is mij al meerdere malen aangeboden. En ik vraag me af of je inderdaad overal een pilletje voor kan nemen. Nee. Om het op te lossen. Ja, weet je, dat zou misschien dat is misschien ook weer lullig gezegd. Want het zijn misschien ook mensen die luisteren en die dit hebben meegemaakt en wel dat pad hebben bewandeld van medicatie slikken. En soms is het misschien ook helpend om in een bepaalde rust te komen. Maar ik sta daar wel zo in dat ik het aan moet gaan. En hoe shit die gevoelens ook zijn, het hoort er wel bij. Ja. Het is een normale reactie. Normale reactie van normale mensen op dit verlies, denk ik. Ja. Wauw, heftig. Ja. Nu al, tot nu. Dat is voor de mensen, denk ik ook voor de luisteraars. Meestal is natuurlijk de podcast heel positief en opbeurend. Maar ik denk ook dat hier mooie inzichten in kunnen zitten. Ook voor de mensen, want... Ja, het heeft natuurlijk ook wel weer... Nicole is met 33 jaar veel te jong overleden. Laat drie jonge kinderen man en een man. Drie jonge kinderen achter. Haar jongste was... 9 weken. 9 weken. Nu inmiddels een half jaar. Ja. Ja, dat geeft toch ook wel weer aan dat het leven niet oneindig is. Nee, echt. Dat het soms ook helaas veel eerder afgelopen kan zijn dan dat iedereen denkt of hoopt. Hè? Want iedereen denkt altijd dat je... 80 wordt of
Ja. Ja, dat is zo. Ja, je weet het niet. Nicole zei op het laatst, Nicole wist dat ze niet meer beter zou worden. Maar die was nog zo optimistisch dat ze zei, ja maar zus, jij kan wel veel eerder doodgaan dan ik. Hè? Ik weet alleen dat ik niet zo lang te leven meer heb. Maar het kan best zijn dat jij straks verongelukt of zo. Of dat je ook een hartstilstand krijgt, ben je er ook niet meer. Ja. Ja, dat is wel wat het is. Ja, ik hoor het er zo, zo zeggen inderdaad. Ja, ja. Hey, even terug naar die negende aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Ja. Weet je wat jij toen nog geantwoord hebt op de vraag of jij steenrijk bent? Of je toen steenrijk was? Nou, dat weet ik niet zo heel goed. Ik denk dat ik er toen nog een beetje onzeker in stond. En dat ik misschien een antwoord gegeven had kunnen hebben als... dat ik me rijk voel omdat ik lieve familie en vrienden om me heen heb, maar dat ik me niet rijk op mijn bankrekening voel. Zoiets in die context. Ja, volgens mij was het, ik weet het ook niet exact hoor trouwens, maar ik vroeg me af of jij het nog wist. Nee, ik kan me indenken dat maar volgens mij was het inderdaad iets in die, in die richting. Als ik jou die vraag nu dan zou stellen, 2 jaar later en op hetzelfde bankje, maar in natuurlijk een hele andere tijd, wat is dan jouw antwoord? Nou, weet je dat het hele ziekteproces en het overlijden van Nicole ook wel weer inzichten biedt in wat er nou echt belangrijk is in het leven. We roepen het allemaal wel, hè. Familie is belangrijk en je vrienden zijn belangrijk en dat je gezond bent is heel belangrijk. Maar heel veel mensen handelen daar helemaal niet naar. Nee. Dus in die zin voel ik me rijk. Ik denk dat ik me nu nog wel een stukje rijker ben gaan voelen door de lessen die ik uit haar ziek zijn getrokken heb. Dat het leven misschien een beetje stuurbaar is, maar absoluut niet maakbaar. En ik helemaal terug ben geworpen naar de basis. Ik heb het nog nooit zo fijn gehad thuis bij de kinderen als dat ik het nu heb. Ik heb altijd keihard gewerkt. Lange dagen, veel uur, ook wel veel geld verdiend. En nu ik heel veel thuis ben, noodgedwongen ook wel, door hoe ik me voel, merk ik van, maar eigenlijk is dit ook waar het over gaat. Ja. Ja, Het is wel bizar dat je dat dan door zo'n gebeurtenis natuurlijk moet zien. Of eigenlijk gedwongen wordt om zelf minder te gaan werken ook. En tuurlijk, hè, zie je social media de een naar de ander naar het buitenland gaan. En lekker op vakantie. En dan denk ik soms ook wel eens, oh dat zou ik ook wel willen. Maar aan de andere kant denk ik, ja maar ik ben zoveel thuis nu bij de kinderen. Wat heb ik dan daar nog te zoeken? Ja. Ja, we hebben het fijn. Ja, dat is het... Het belangrijkste. Ja. Maar is dat echt tot nu toe een noodgedwongen dat je meer thuis bent? Of kies je er ook wel vaker voor om dus prioriteit aan de juiste dingen te geven? Ja, dat lukt steeds beter. Ik denk dat ik daar in het verleden minder goed in was. Dat ik misschien, ondanks dat ik het riep hoor, dat gezin en vrienden en je gezondheid... Tijd voor jezelf, dat super belangrijk is. Denk ik dat ik daar echt niet altijd naar gehandeld heb. Nee. Ik heb toch altijd het werk misschien wel... veel meer boven aangezet dan dat ik had gewild achteraf. Ik kan me ook nog herinneren dat Nicole in het ziekenhuis lag. En dat was die 15 mei. En ik had een afspraak met een cliënt. En Nicole was toen net doorverwezen naar de spoedeisende hulp, omdat zij zo ontzettend veel hoofdpijnklachten na de bevalling hield. En zij belde mij daar om 10 uur over. En ik kan om 11:15 een afspraak staan met een cliënt. En we waren bij de spoedeisende hulp. En het enige wat ik kon denken is, nou, ik hoop dat ze een beetje opschieten. Want ik moet zo werken. En toen uiteindelijk belde mijn moeder op. En die zei, ja, ik kan jou 11:45 aflossen. Toen dacht ik, oh, nou, dan ga ik mijn cliënt even bellen dat ik 30 minuten later ben. Ik was alleen maar daarmee bezig. Dat ik 1.5 uur daarna hoorde dat ze uitgezaaide hersenen, of de borstkanker in de hersenen had. Daar was ik op dat moment totaal niet meer bezig. Maar daar was je uiteindelijk ook niet bij het moment dat ze dat te horen kregen? Nee, ik was aan het werk. En achteraf gezien, denk ik nu... Ja, waarom vind je dat werk nou zo belangrijk? Ja. Waarom heb je niet gewoon afgebeld? Ja. Ja. Hoe verklaar je dat dan? Want ik heb vandaag nog een aantal podcasts opgenomen. En daar was eigenlijk hetzelfde. Van, in theorie weten we het allemaal. Hè? Ja. Voor mezelf geldt het ook. Ik heb gezegd van, ben je steenrijk? Nee. Want gezondheid, fysiek, energie, daar kan ik echt nog wel meer aan doen. In theorie weten we het wel, maar toch handelen we er niet naar. Geven we toch weer de prioriteit aan dat stomme werk en de stomme geld verdienen. Ja. Ja. Ja, terwijl, en Dennis zei terecht tegen mij, die was laatst bij een begrafenis van een buurvrouw. En die had zelf haar
begrafenis geregisseerd. En daar werden de woorden uitgesproken, haar woorden uitgesproken, van dat er nog nooit iemand op zijn sterfbed gelegen heeft. En dacht van, had ik maar meer gewerkt of had ik maar meer geld verdiend? Nee. Wel, van had ik maar meer tijd met mijn gezin doorgebracht? Ja. Had ik die reis maar gemaakt? Was ik maar die onderneming die ik wilde starten gestart? Dat soort dingen wel. Ja, echt herinneringen en ervaringen. Die zijn uiteindelijk wel het allerbelangrijkste. Ja, waarom dat toen zo was, weet ik niet. Inmiddels ben ik daar wel wat wijzer in geworden. Dat me dat nu niet meer gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld nu ook een cliënt die heel veel klachten. Ik masseer nog een klein beetje. En die wil alleen maar in de avond. Ja, ik heb geen energie meer in de avond. Vroeger zou ik gezegd hebben, nou ja, zet ik me er wel overheen en dan rust ik de volgende dag wat meer uit. Nu is dat gewoon een hele harde grens. Nee, ik ga niet meer over mijn grenzen heen en zo slecht voor mezelf zijn. Nee, los of je het zou moeten willen natuurlijk om in de avond nog te werken, inderdaad. Ja, vind ik nu ook niet nodig. Dus ik kan dat nu veel beter, ja. Nou. En dan is ook de vraag, hè, als je me dat over 5 jaar vraagt, kan het maar zo zijn dat je toch wel weer in de flow van het leven opgegaan bent. En dat misschien, ja, ik hoop het niet natuurlijk, maar dat je misschien toch wel weer je werk en al die buitenkant dingen belangrijker maakt. Ja, zou kunnen. Ja. Ja. Hey, jullie zaten hier 2 jaar geleden dus met z'n drietjes, hè, met meisjes met een missie. Ja. Dat was de naam voor jullie uiteindelijk bedrijf. Want het was niet zo volgens mij dat jullie vanaf het begin meteen ook hadden ingeschreven. En echt nee, dat heeft inderdaad bijna een half jaar geduurd. Ja, ja. Ja. Vertel voor degenen die dat niet weten. En als je aflevering 9 misschien sowieso goed om die even te checken, dan heb je wat meer context. Ja. Maar wat was de missie precies? En hoe is dat ontstaan? Nou, wij hadden alle drie de missie om financieel onafhankelijk te zijn. Alle drie ook wel gedreven door andere omstandigheden. Die kon natuurlijk vanwege haar ziekte, die ontzettend veel geld kostte. Dus die had zoiets, ja, dit geouwehoer wil ik niet meer. Ik wil me geen zorgen hoeven maken of ik fysiotherapie kan doen of ODM-therapie, terwijl ik het eigenlijk allebei nodig heb. Dus Nicole had heel erg die reden. Ja. Ik ben meegegaan in haar enthousiasme van het financieel vrij worden. Ik heb met geld aan zich is bij mij nooit een heel groot thema geweest. Maar toen zij zo enthousiast was over jouw cursus en over hoe makkelijk het is om van passieve inkomsten te leven, werd ik wel getriggerd. En vond ik dat ook wel heel leuk om dat samen met haar te onderzoeken. En Ribanna is daar inderdaad bij aangesloten, omdat zij ook zoekende was in wat ze wilde. En die wilde juist heel graag gaan rondreizen met haar gezin over de wereld, volgens mij, was haar doel. En om dan even een jaar eruit te zijn, wilde zij ook kijken van, dan moet ik wel op een passieve manier geld kunnen verdienen. Ja. Ja, dus dat was destijds onze missie. En daar hebben we ook een super tof event voor gegeven, hè? De proeverij destijds. Daar heb jij nog gesproken op dat event om eens even wat dingen te onderzoeken. Wat is er dan allemaal mogelijk om passieve inkomsten te vergaren? Dat is eigenlijk even in het kort wat we met z'n drieën gedaan hebben destijds. Ja, want wat ik zo mooi vond en waarom ik destijds ook jullie graag een podium gaf in de podcast, was omdat jullie gewoon echt aan het begin stonden. Jullie hadden wel op een gegeven moment een plan, een doel, allerlei verschillende redenen dus. Hè. Ook wat nu Nicole vooral uit noodzaak. Dat geeft mij wel weer aan dat gezondheid is niet te koop, maar gezondheidszorg wel. Dus als mensen zeggen, geld is niet belangrijk, maakt niet gelukkig, gezondheid is niet te koop. Ja, deels waar. Deels wel, ja. Ja, kijk, uiteindelijk is ze natuurlijk desondanks overleden. Maar het is wel fijn als je in ieder geval voor je gevoel alles wat je nodig hebt kan inkopen. Ja. Jij ging eigenlijk weer mee in haar enthousiasme. En ik weet ook nog wel dat jij met de vragen echt zat van, je was toen heel erg met persoonlijke ontwikkeling en ook een stukje spiritualiteit en dergelijke bezig. Of je die twee werelden kon combineren. Ja, ook dat. Ik kom vanuit de wereld waarin ik heel veel yogalessen gegeven heb. En mensen echt rust in het hoofd geef. Dat was eigenlijk mijn doel. Hè? Ja. Mensen weer even rust en overzicht bieden. En ik dacht, geld. Dat vind ik dan zo'n wereld die daar helemaal tegenover staat. Hè? Een beetje yin en yang of zo. Ja. Maar inmiddels geef ik ook geen yogales meer.
Dat vond ik toen heel lastig. En dat is eigenlijk binnen Meisjes met een Missie altijd wel de struggle gebleven. Waar Nicole heel snel knopen kon doorhakken van zo gaan we het doen. Had ik altijd wel in mijn achterhoofd van ja, maar ben ik nu wel naar buiten aan het brengen wie ik ben en waar ik achter sta. Ja, ja. En dat bleef toch altijd wel een worsteling. Nee, klopt. En zo heb ik dat vanaf de zijlijn ook wel ervaren. En Ribanna dus met als doel hè, om te gaan reizen en een passief inkomen te hebben. Ja. Maar ik vond het echt leuk dat jullie aan het begin van jullie zoektocht stonden en daar vanaf dag 1 bewust mensen in meenamen. Bijvoorbeeld met de Instagram pagina en dat account. Ja. Dat was volgens mij ook best wel een stap voor jullie om dat te gaan doen en dat te gaan delen. En met name in je bekende kring, want geld vinden heel veel mensen toch ook nog wel een vies woord. Dus denken, hoezo wil jij veel geld verdienen? Hoezo wil jij rijk zijn? Ben je dan ontevreden? Heb je niet genoeg? Ja, ja precies. Dus dat is, nou, in een dorpje zoals Winterswijk vinden mensen daar wat van. Ja. Dus dat was heel, heel moeilijk om daar ook kenbaarheid aan te gaan geven. Maar goed, daar hebben we op een gegeven moment, daar zijn we overheen gestapt. En dat hebben we dan ook maar gewoon gedaan. Waarom gingen jullie dat ook weer doen, dat delen? Was dat om jullie zelf ook gewoon echt wat meer accountable te houden? Nee, hadden helemaal niet. Volgens mij zaten we hier toen ook zo van, we hebben echt geen idee wat met Meisjes met een Missie gaat gebeuren. We hadden allemaal alleen een persoonlijke missie om financieel vrij te worden. Dus dat bedrijf was volgens mij, als ik het goed zeg, toen we hier die podcast opnamen, nog helemaal niet aan de orde. Dat is eigenlijk na. Maar was het toen ook nog geen bedrijf? Nee, dat was toen ook nog niet. Volgens mij is dat meer ook na die podcast gekomen. Dat jij ons zei. Hè, want er zijn ook nog wel mogelijkheden om jullie verhaal uit te gaan breiden. Kunnen dingen gaan doen. En toen zijn wij gaan nadenken. Wat is er dan allemaal mogelijk? Maar in eerste instantie natuurlijk het persoonlijke stukje. Dat hebben we ook wel aangepakt. Nicole heeft een woning gekocht. Nicole en ik zijn samen in Engeland. Hebben daar met een rent-to-rent appartement gezeten. Ja. En in Mexico zijn wij onderdeel van een vastgoedproject. Ja. En dat loopt nog nu op dit moment. En voor de rest, en dat huis van Nicole ook nog. Ja, dus je hebt wel echt daadwerkelijk stappen gezet. Ja, dat hebben we ook gedaan. En ook meerdere dingen geprobeerd. Dus ook nog een tijdje met Forex bezig geweest, als ik me niet vergis. Ja, volgens mij was dat, ik moet even oppassen of ik dat goed zeg, maar was dat Ribanna die zich daar wat in verdiept heeft? En uiteindelijk dat ook niet helemaal vertrouwde. Hè? Dat was ook net op dat moment dat wij dat event gaven, klapte die hele Forex handel. Of tenminste met dat bedrijf. Met Ginta Invest. Dat was volgens mij echt een paar dagen voor dat event. Ja, precies. Dus die is daar heel erg. Volgens mij was Ribanna daarmee bezig, maar kan het mis hebben. Ik heb me daar in elk geval niet in verdiept. Nicole en ik waren al wat sneller van het vastgoed. En ik had dan nog meer buitenland dan Nederland. Zo van, nou ja, dan kun je, kun je er zelf ook eens naartoe. Ik hou van reizen. Ja, dat klinkt misschien heel stom, want nu op dit moment ben ik heel graag thuis. En denk ik echt, waarom gaat iedereen weg? Je hebt het toch fijn thuis? Ja, dit is al een hele reis hier naartoe. Ja. Ja, maar ik op dit moment vind ik het heel fijn thuis. Maar ik kan me ook periodes herinneren dat ik uitkeek naar de zon. En ik bedoel, jij gaat volgens mij binnenkort ook weer overwinteren op Curaçao. En als ik nog steeds hoor dat soort verhalen lees, dan denk ik, oh, dat is echt heel lekker. Ja, ik hou wel van reizen. Maar in de praktijk doe ik dat toch wel te weinig. Nou ja, wellicht dat in de toekomst nog komt. Maar daarom buitenland. Maar ik ben er ook wel achter gekomen dat het ook wel heel lastig is. Omdat je dan ook te maken krijgt met natuurlijk een hele andere cultuur in hoe zij omgaan met vastgoed bijvoorbeeld. Of rent-to-rent. En dat moet je daar helemaal in verdiepen. Ja, ik denk dat voor veel mensen vastgoed hier in Nederland daadwerkelijk realiseren. En niet zomaar een pand aankopen en een huurder hebben. Maar het gewoon wel echt goed doen. En weten wat je doet. En de juiste stappen volgen. Dat voor veel mensen al lastig genoeg is. Ja. Om dat daadwerkelijk te doen. Hè? Ja, want het is groot, het is nieuw, het gaat om veel geld. En dus ik vraag me dan soms af van, oké, je doet dit niet. Het is geen spelletje. En dan ga je meteen een hele dimensie eraan toevoegen met een vreemde taal en de afstand. En het niet hebben van een goed netwerk. Ja, nou daar zijn wij dus in Engeland ook achter gekomen dat dus totaal niet handig is. Want jullie hebben rent-to-rent gedaan. Hè? Voor degenen die dat niet weten, dat is dat je een woning aanhuurt van een belegger bijvoorbeeld. Ja. En dat je die doorverhuurt. En het verschil tussen die twee bedragen, dat je dat zelf mag houden. Dus
Het wordt vaak ook gepresenteerd als een hele relatief makkelijke en laagdrempelige manier. Hoe is dat bij jullie gegaan in de UK? Helemaal niet geen goed. Geen succesverhaal? Nee, het is geen succesverhaal geweest. Nee, weet je, daar hebben ons ontiegelijk veel mensen voor gewaarschuwd van tevoren. Hè, als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat vaak ook. Maar wij waren enthousiast, Nicole en ik vooral ook naïef. Goed gelovig en dan ga je mee in verhalen van anderen. En dan hoor je, die heeft daar al zoveel winst mee gemaakt en die heeft daar al zoveel winst mee gemaakt. En Engeland is ook een land waar ik een tijdje gewoond heb in mijn studententijd. En ik dacht, ach, dat is wel een land waar ik van hou. Laten we het doen. En ik had met de kinderen al afgesproken, dan gaan we er zelf ook een keer heen. En ik zag het helemaal voor me. Ja. Maar dat is niet goed gegaan. Dat, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nu ook niet meer weet hoe dat precies gelopen is. Maar daar is volgens mij wel het een en ander niet helemaal goed gegaan van degene die dat leidde. Die is afspraken niet nagekomen. En die heeft de boel min of meer laten klappen. Ja, daar zijn jullie zeker niet de enige in geweest die daar gedupeerd zijn. En los daarvan is zo'n rent-to-rent, je doet toch bepaalde investeringen aan de voorkant. Ja. Met het risico zit er vooral in dat het niet je eigendom is. Dus het kan echt zo zijn dat jij aan het investeren bent in een pand van iemand anders. Dat zo'n landlord, zo'n eigenaar zegt al binnen relatief korte tijd, terwijl je investering nog niet hebt terugverdiend, van weet je wat, ik kap er toch mee. Ik ga het verkopen of ik heb een andere partij die £5 meer aan huur betaalt. Precies, dit is bij ons ook gebeurd. Ja, we hadden de investering bij lange na nog niet terug. Nee. Hij gaf te kennen dat hij het niet ging verlengen. Ja, ja. Ja. Maar goed, wel weer van geleerd. Ja, dat maakt je wel een heel stuk bewuster. Ja. Ja, dat maakt je heel stuk bewuster van keuzes die je maakt. Ik zou daar nu nooit zo meer instappen. Ik zou me daar veel meer in gaan verdiepen. Want aan de andere kant, die woning in Winterswijk, nagenoeg op steenworp afstand voor jou. Dat loopt hartstikke goed en dat zijn hele fijne huurders die je nooit hoort. Fijne huurders, nee. Ik heb er niet veel contact mee. Maar het contact dat we gehad hebben tot nu toe is ontzettend fijn. Ja. En er is eigenlijk geen gedoe mee. Nee, dus dat loopt. En dat zei de man van Nicole ook nog van, eigenlijk is dat wel heel fijn. Hij moet nu van een uitkering leven. Voorheen was het Nicole de uitkering, hij had de uitkering. En nu stopt Nicole's uitkering. Dus hij moet het van zijn eigen uitkering doen. Maar je hebt wel een gezin met 3 kinderen. Dat is best lastig om dat met 1 uitkering te doen. Dus die zegt, ik ben zo blij dat Nicole dit ons heeft nagelaten nog. Want hier kunnen wij gewoon van leven. Of van leven, maar in die zin, dat is gewoon nog een extra inkomen. Nou ja, het geeft wel even iets extra ruimte. Want een uitkering met 3 kinderen, ik heb er nooit gebruik van hoeven maken, gelukkig. Maar ik kan me voorstellen dat dat geen dat is niet geen vetpot is. Nee. Hey, wat zijn nog andere dingen waar jullie toen in geïnvesteerd hebben? Of dingen die jullie nog steeds hebben? Jullie zitten dus nog in dat vastgoedproject in Mexico. In Mexico, dat loopt nog. Daar zitten we in een project met, moet ik goed zeggen, volgens mij 20. Ja, daar heb je het ook al. Ik heb me daar ook nooit heel goed in verdiept. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als Engeland. Daar ben ik ingestapt zo van, dat zal wel, dat is een leuk verhaal, we doen het. Met niet zo heel veel geld overigens hoor. Daar hebben ze een appartement en daar hebben ze een verdieping bij opgezet. Dus dat is wel een andere constructie dan Engeland. En na die verbouwing gaan ze het verkopen. En we zitten nu in de verkoopfase. Dus de laatste berichten die ik heb ontvangen is dat het bordje te koop erbij staat. En dat die met volgens mij 50 of 60.000 euro overwaarde verkocht gaat worden. Maar goed, dat moet je dan weer delen door 20 mensen. Dus daar word je ook niet financieel vrij van. Nee, en het is niet maandelijks. Het is eenmalig natuurlijk als je het verkoopt. Maar het is wel mooi om dat met een groep gezamenlijk te doen. En het principe te zien dat dit dus goed kan werken. Ja. Is dat een project, met alleen maar dames ook? Ja, daar zit een van jouw coaches bij. Ja, Jennifer. Jennifer, ja. die leidt dat project. Ja, ja. Met haar zit Jennifer is ook zo'n fijne meid. Ja. Ja. Klopt. Nee, super. Ja. Hey, en jullie zeiden het al, er waren events. Er was op een gegeven moment hadden jullie een website. Werd dat een echt bedrijf? Volgens mij hebben jullie ook gespeeld met het idee over cursussen. Maar ik merkte wel dat jullie vanaf het begin
tot het eind heel erg zoekende waren. Klopt dat? Ja, dat klopt. En dat had misschien ook wel te maken met dat we in het begin met z'n drieën deden. En ja, ik denk dat Nicole daar misschien nog weer heel anders in stond dan Ribanna en ik. Hoewel Nicole en ik lagen heel goed op één lijn hoor. Maar ik denk dat Ribanna en ik dat geld minder belangrijk vonden. En veel meer het eerlijk willen doen. En het ook echt iets willen toevoegen aan het leven van een ander. En al vrij snel achterkwamen dat als je iets rondom geldzaken doet, dat al best wel heel moeilijk is. Want je bent geen adviseur en je hebt er geen opleiding in gedaan. Dus in dat opzicht, daar zochten we heel erg mee van wat dan? Nou, toen hebben we een event georganiseerd wat ongelooflijk leuk was en ook zeker voor herhaling vatbaar. En dat was ook echt een succesvol event voor ons. Hè. Het was uitverkocht. En, ja, dat was top. Ja, dat was echt heel leuk. En misschien wat jij terecht al aangaf, hebben we het daarna te groot willen maken. We hebben een business coach in de armen genomen. Van, hoe gaan we dit idee nou de wereld inbrengen? Ja. En die business coach die stuurde heel erg aan over dat je meerdere dingen moet aanbieden. Zodat mensen iedere keer, dat zul jij herkennen in je bedrijf. Dat ze iedere keer weer een stapje verder kunnen. Zodat je een beetje binnen je bedrijf houdt. Met producten die je aanbiedt. Ja. En dan moet je een product die gewoon heel goedkoop is. En wat duurder. En in een heel duur pakket bewijzen. Ja, dat noem je de waardeladder. Nou, dus dat je eigenlijk sommige gratis producten hebt. Een product van een paar tientjes, iets van duizend euro, iets van een paar duizend euro en wellicht een... En met die business coach, die had een heel mooi plan geschetst voor ons. Ja. Van dan ga je dat goedkope product, dat worden dan de high tees door het hele land. Ga je high tees organiseren en dan eventueel met een spreker, maar misschien ook niet eens, dat je gewoon in contact bent met soortgelijke mensen die ook deze wensen hebben. Hè. Samen kom je verder dan alleen. Ja. Dus dat was dan gewoon min of meer tegen kostprijs. En dan konden we zo'n upsell doen naar een event waar dat ticket dan iets duurder voor was met ervaren sprekers. En dan als laatste het retreat. Waarbij vooral Ribanna en ik ons stukje in ook persoonlijke ontwikkeling kwijt konden. Hè? Dat we zeggen, dan wordt het niet alleen een retreat dat over investeren gaat, maar ook lekker ontspannen met yoga en een massage en een lekker wijntje erbij en een lekker chocolaatje erbij. Dus zo werd dat gepresenteerd aan ons. Van, goh, hoe vinden jullie dit idee? Ja. Dus dat dachten, nou, daar gaan we voor. Nou, toen hebben wij die high tees willen organiseren, maar toen brak corona uit. Dan kon je niet meer samenkomen. Dus dat hele idee, dat lukte niet meer. Of dat ging bijna niet. We waren echt heel niet zo makkelijk inderdaad. Niet zo makkelijk, nee. Ik ben met Vrijheid Vastgoed gewoon doorgegaan hoor. Maar, we hebben volgens mij ook nog wel even contact gehad met jou. Van, ken jij nog adressen waar het kan? We zijn wel op locaties in Nederland terechtgekomen waarvan ik het bestaan niet wist, zeg maar. Dus, ik uiteindelijk ook inderdaad. Maar we hebben met Elmo Hogevorst ook nog events gedraaid. Ja. Dat kon in de coronatijd ook op zo'n geheime locatie dan. Oh, in Bussum. Dus daar zijn we ook nog een aantal keer geweest voor een event. Echt een geschikte locatie. Ons idee was in iedere provincie. En er ging zoveel tijd al zitten in überhaupt het zoeken naar een locatie. Dat we op een gegeven moment dachten, we schuiven dit idee van aan de kant en we gaan gewoon gelijk op events inzetten. Want de eerste keer was een succes. Dat doen we nu ook. Maar omdat we zoveel plannen hadden van, je weet, als je gaat investeren in iets, is het niet alleen maar dat je een zak geld moet meebrengen, maar het is ook je mindset en het is ook je netwerk. Dus we hadden zoiets van, moeten dat ook groot gaan aanpakken. Dat we dat in 3 dagen gaan verdelen. Een soort retreat, maar dan verdeeld over 2 of 3 maanden. Ja. Iedere dag een thema. Ja. En daar hebben we een kasteel voor benaderd. Wie dat kon bieden, waren we super enthousiast over. Maar toen bleek in de praktijk dat er helemaal geen tickets verkocht werden. En toen hadden we zoiets van, wij kunnen dit idee wel fantastisch vinden, maar schijnbaar vinden andere mensen dat niet zo fantastisch. Dus ik denk dat we daar gewoon een beetje angstig geworden zijn. En met name Ribanna ook, die toen ook gezegd heeft van, maar ik zie het eigenlijk helemaal niet meer zitten zo. Dus die is daarna ook uitgestapt. Nee, maar de begroting ging ook fors omhoog, hè, met de locatie. Want het kasteel, was een dure locatie. Huren was niet goedkoop. Nee. Daardoor moet je de tickets ook wat duurder maken. Dus dan wordt het voor veel mensen toch misschien al een drempel. Want ik denk dat het eerste event van jullie, wat het juist zo fijn maakt, was dat het in alle opzichten laagdrempelig was. Ja. Zowel qua kaartverkoopprijs als qua
onderwerpen en sprekers. En juist van, joh, we richten ons op mensen die het nog niet weten, die interesse hebben in beleggen, maar niet weten wat precies. Ja. Nou, daar is het juist voor. Ja. En dat is ook nog steeds wel waar ik in geloof, hoor. Dat je op zo'n laagdrempelige manier mensen wel met elkaar kunt verbinden. Ik weet dat er nog steeds groepjes bestaan, naar aanleiding van dat event, waarin mensen samenkomen die bij elkaar in de buurt wonen, om eens hier over dit onderwerp te babbelen met elkaar. Nee, ja, 100%. Ja. En ik denk nogmaals ook dat jullie kracht was. Dat jullie, nou ja, sowieso leuk dat drie dames en meisjes met een missie, een catchy naam, authentiek. En jullie presenteerden ook echt van, jongens, ja, wij weten het ook niet. Wij gaan op reis. En reis met ons mee. Ja. Dat heel veel mensen dachten van, oh, maar... Dus ik ben niet de enige die dit wel wil, die dit om financiële vrijheid als doel heeft. Maar nog niet precies weet hoe en wat. En leuk dat ik gewoon met hun mee kan liften, zeg maar. Ja, precies. Dat was fantastisch. En ik denk dat we het daarna te snel, te groot hebben willen doen. Van, oh, dit was zo'n succes. Dit kunnen we gaan evenaren en dan nog groter. En dat lukte niet. Nee. En toen raakten we daar ook wel een beetje eigenlijk wel heel erg mee in verval. Want daar kwamen we echt mee aan het zoeken van wat dan wel. We vonden die events heel tof. Maar Nicole worstelde heel erg met de energie. Werd zwanger op een gegeven moment. En die had ook zoiets van, een event wil ik wel weer. Maar dan na de bevalling. En eigenlijk werd dat elke keer... We hebben nog een cursus volgens mij. Ja, we hebben nog mindset cursus. Hebben we nog samen gemaakt met Jacco van der Brink en Volkert Lausma. Die zouden we 15 juni gaan lanceren of ergens in die week. Maar 12 juni is Nicole overleden. Ja, en ik heb de eerste tijd ook met Meisjes met een Missie, maar ook met die cursus zoiets gehad van, ik wilde helemaal niks meer van weten. Dit doet te veel pijn. Dit was iets wat ik samen met Nicole had. En alles herinnert me aan Nicole. Ik wil dit even helemaal niet. Dus ik heb dat allemaal afgestoten. Ik heb Meisjes met een Missie uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Ja, ik zag het. Ja. Ja. Website is offline. Website is offline, ja. Ja. Maar ik kan me goed voorstellen dat je denkt van, ja goed, ik had dit met samen met Nicole en ik koester dit. En ik wil er even niks van weten, want ik vind het te confronterend. Maar ik kan me ook voorstellen dat op een later moment misschien zoiets komt van, hey Marielle, de missie is nog niet volbracht. Uit naam van Nicole ga ik dit juist weer nieuw leven inblazen en succesvol maken. Nou ja, dat is wel wat ik de laatste tijd steeds vaker ga voelen. Van, eerst was het heel, heel erg, nee, ik wil dit niet. Dit was ook eigenlijk nooit een wereld die supergoed bij mij paste misschien. En nu sinds een paar weken merk ik van, hey, maar eigenlijk zou ik dat wel heel mooi vinden om dat misschien ook wel weer voor te gaan zetten. Maar niet op dit moment, hoor. We hadden het ook al over, op dit moment voel ik me daar nog niet goed genoeg voor. Maar ja, dus het borrelt al wel weer. Mijn hoofd wil al wel weer. Die zal wel weer aan denken van, wat kunnen we nog meer? En wat is er nog mogelijk allemaal? En ga het maar weer eens uitzoeken. Ja. Ja, en ook met de verschijning zoals in deze podcast, hou je het, we hebben het er toch weer over. De Meisjes met de Missie, toch in de enige vorm, levend, zeg maar. Dus, ja, precies. Dat was ook wel voor mij een reden om hier te zitten. Dat ik denk, ja, ik wil het ook niet helemaal naar de achtergrond laten verdwijnen. Nee. Misschien dat alsnog ooit wel gaat gebeuren. En dan is het ook goed. Dan is dat een bewuste keuze. Maar misschien dat zo'n podcast als dit voor mij ook wel weer deuren gaat openen. Waardoor ik wel weer stappen kan en durf te nemen. Want ik ben door alles wat er gebeurd is ook wel in het investeren heel angstig geworden misschien. Hè? We hebben een mislukking gehad met Promagem, met investeren in de UK. Ja. En de events die niet gingen lopen de tweede keer. Dus weet je, ergens hadden we misschien toen onze schouders er moeten onderzetten en zeggen van, god, waar gaat het mis? En doorpakken. Dat hebben we niet gedaan. Nee. Ah, je hebt ook aan de andere kant, het lijkt erop dat de project in Mexico succesvol gaat zijn. Ja, het huis in Winterswijk wordt succesvol verhuurd. Ja. Dus het is niet zo dat het allemaal een fiasco... Nee, het is niet allemaal een fiasco. Maar ik moet wel zeggen dat het je even weer, ja, ik weet niet, bewust maakt van, oh ja, maar dit hoort er ook bij. Ja. Nee, ik vind het wel interessant dat je zegt van, ja, het is altijd een wereld geweest die niet helemaal bij me past. Zou je niet een manier kunnen vinden om, nou ja, de wereld passend aan jou te maken? Ja, zeg maar. Daar ben ik zoekend naar. Ja, eigenlijk altijd ook zoekend naar geweest. Hoe kan ik het passend maken aan hoe ik in het leven sta en wat ik wil overdragen? Ik ben gewoon iemand die heel erg van de mindset is. En
Ik weet dat dat met geld ook belangrijk is, maar voor mij is die wereld groter dan dat. Misschien dat dat op den duur wel weer komt. En ik denk ook wel voor mensen die bezig zijn met investeren, is die wereld ook groter dan geld. Voor de meeste mensen die er serieus mee bezig zijn, zoals jij ook, draait het al lang niet meer om geld. Nee, maar ik neem wel vaak, heel vaak nog de cijfers en de berekeningen als uitgangspunt en als startpunt. En zit heel erg op die ROI, de return on investment. Ja. Terwijl ik ook blij ben, misschien ken jij haar ook, Rianne Reinaerts. Is recent in de podcast geweest. Die echt een pand en een buurt als uitgangspunt neemt. En kijkt van hoe kan ik dit pand een nieuwe bestemming geven. Ja. Vraagt aan de buurt letterlijk van waar hebben jullie behoefte aan? Wat zouden jullie met dit pand doen? Ja, klopt. Dus die veel meer op die E van impact zit. Ja. Maar daardoor minstens een zo goed mogelijk rendement maakt. Misschien juist omdat ze daar niet zo de focus op heeft liggen. Ja. En dus wat ik wil zeggen is, ik denk dat werelden niet altijd zo zwart-wit zijn als we misschien denken. En iemand die bijvoorbeeld een vastgoedbelegger is, zou ook in de spirituele wereld daar dingen uit kunnen of moeten halen. En dat zou ook passend moeten kunnen zijn. Ja. Maar andersom ook. Ja, nee, maar daar begin ik wel steeds meer in te geloven ook. Dat is waar ik in het begin heel erg mee geworsteld heb, met dat stukje identiteit dan. Ja. En ja, daar ben ik nu wat meer zoekend naar en misschien wat meer open voor staand van, het hoeft inderdaad niet zo zwart-wit te zijn. Het kan ook samen. Daar kwamen we op een gegeven moment met Meisjes met een Missie ook wel achter, dat het niet twee losstaande werelden zijn. En je ze ook prima met je eigen sausje eroverheen kunt combineren. Ja, of ik dat ga doen, geen idee nog. Waar ik dan benieuwd naar ben wel, is waar komt dat vandaan? Is dat de mening van anderen in Winterswijk bijvoorbeeld, wat je zei al, van die vinden iets van het thema geld of mensen met geld. Rijke mensen zijn, slecht, gierig, noem het allemaal maar op. En zo wil ik niet zijn, dus past die wereld niet bij mij? Waar komt het vandaan? Dat is een hele goede vraag. Waar komt dat vandaan? Ja, ik zou er wat mee moeten doen. Ik moet een keer een podcast starten of zo. Ja, ik denk vooral een overtuiging die ik zelf in het opgroeien heb opgedaan. Dus misschien inderdaad wel vanuit input, vanuit de omgeving, die daar iets van vinden. Hè? En zeker nu dat ook helemaal in het nieuws is geweest, dat beleggers alleen maar van die geldwolven zijn bijvoorbeeld. Daar kan ik wel last van hebben. Dat ik denk, als mensen mij maar niet zo gaan zien. Want dat wil ik niet. Ik wil ook iets goeds doen. En ik heb in die call heel lang over gehad dat ik zei, nou, ik zie het in de vrije sector gewoon niet zitten. Ik zou dan veel liever in de sociale sector. Sociale sector zitten, ja. Ja, precies. Omdat je dan ook echt wat voor mensen kunt betekenen. En die call heeft bij jou natuurlijk die cursus gedaan. En die zei, ja, dat is eigenlijk niet heel handig om dat op die manier te doen. Zeker niet als je daar ook financieel vrij van wil worden. Dat kan alleen als je zelf een bepaald vermogen in gaat leggen. Want er zit gewoon bijna geen marge in. Dus weet je, als ik al zoiets ga doen, dan is dat wel om iets te kunnen betekenen voor een ander. Maar ik denk zeer zeker met opvattingen van hoe ik opgegroeid ben. Hoe wil ik daar ook weer deels van los ben gekomen door podcasts die ik luister en boeken. Hè, zoals wat daar ligt. Volgens mij heb ik ze allemaal zo'n beetje gelezen. Weet ik wel dat ook anders in elkaar zit. Het gaat niet alleen om die overtuigingen die andere mensen over je hebben. Maar het is toch, misschien is dat een stukje onzekerheid in mezelf. Dat ik daar niet goed voor durf te staan. Dat ik toch meer denk, maar ik ben een yogadocent. En ik ben er voor mensen om rust in het hoofd te geven. En niet om een bankrekening te gaan spekken of zo. Zo voelt dat nog te veel voor mij. Ja, ik denk dat je hem ook om kan draaien. Dat wat op je bankrekening staat een resultaat kan zijn van, want je zegt wel van, ik wil graag mensen helpen en impact maken. Ik denk als jij problemen oplost in de wereld, als je mensen helpt, dat daar uiteindelijk ook niet alleen, maar een financiële waarde tegenover kan staan. Ja. Marielle, wat nou als ik jou zeg van, maar luister, als jij impact wil maken op de wereld, als jij mensen wil helpen, hoe meer geld je hebt, hoe meer mensen je kan helpen. Ben ik met je eens. En dan komt misschien een stukje angst naar voren door wat we met Engeland hebben meegemaakt, onder andere, dat ik het gewoon niet meer zo goed durf. En zeker niet met grote bedragen.
We zijn nog aan het afbetalen van de schuld die we daarvan hebben. En dat ik denk, oh ja, ik kan echt niet aan mijn man verkopen om dat nog een keer te gaan doen. En dat het dan weer mislukt of zo. Nou ja, wel als je het op dezelfde manier zou aanvliegen. Maar als jij denkt van, nou goed, dat heeft niet gewerkt. Letterlijk leergeld. Maar wat leer ik er dan van dat geld? Wat ga ik de volgende keer anders doen? Wat is hier niet goed gegaan? Ja, precies. Dat is misschien wel iets wat ik over een tijdje, als het wat beter met me gaat, wel weer zou willen onderzoeken. Omdat het, ik kan het ook nog niet helemaal loslaten. Nee. Het heeft tot schijnbaar heeft Nicole me toch enthousiast genoeg gemaakt om dat lijntje daarmee te houden. Ja. Ja, nou, maar ben ik helemaal met je eens hoor. Leergeld uittrekken en schouders. Ik denk dat. Ja, het zou zonde zijn om. Daardoor dingen helemaal op te geven. Dat is natuurlijk misschien wel de makkelijkste keuze. Ja. Maar weet je, ik heb ook dingen meegemaakt in het leven opgelicht. En nou, ik ben heel goed in het geven van vertrouwen aan mensen. Als je mijn vertrouwen beschaamt, dan is het ook klaar. Mm-hmm. Maar ik geloof in de essentie dat iedereen een goed persoon is. Dat we alleen soms door omgeving beïnvloed worden of door omstandigheden waardoor we minder goede dingen doen. Mm-hmm. Maar toch heeft die ervaring er niet voor gezorgd dat ik nu heel sceptisch ben naar mensen toe. Of sommige mensen denken, nou, dan heb je er niks van geleerd. Dan blijf je naïef of zo. Maar nee, ik denk toch dat. Ja, en dat impact maken, dat heb ik ook meegekregen van Tibor. Die gaf mij als opdracht een keer toen ik naar Curaçao ging om met veel meer vermogen ook terug te komen. Ook te werken aan verbinding met mezelf, verbinding met mijn gezin. En te werken aan vitaliteit en vertrouwen, maar ook aan vermogen. Waarop ik hem zei van, ja maar Tibor, ik heb toch veel vermogen. Hoeveel vermogen heb ik nodig? En hij zei, ja maar met de dingen die jij hier te doen hebt, heb je gewoon veel meer geld nodig dan wat je nu hebt. Want hoe mooi of belangrijk zou het zijn als jij bijvoorbeeld zelf een stuk grond kan kopen waar je een school kan bouwen, waar je financiële educatie aan jongeren kan geven. Als dat je missie is of zo bijvoorbeeld. Dus, ja, precies. Ja, je kunt je droom steeds verder uitbreiden natuurlijk. Hè, dat is ook wat Tibor gedaan heeft. Ik ken Tibor ook al ergens vanaf het begin dat hij begon met zijn bedrijf. En als je ziet waar hij nu staat, die heeft ook een enorme sprong gemaakt. Ja, ongelooflijk, hè? Met code 49 ook. Nou, ik vind het fascinerend hoe ze heb dat, jij ook ik heb het niet gedaan, hoor, maar ik geloof daar wel in, absoluut. Ja, niet zozeer als investering qua rendement, maar meer omdat we gewoon geloven in het gedachtegoed en hier graag aan bijdragen en het ons leuk lijkt om daar zelf ook evenementen en zo te organiseren voor onze klanten. Dus 23 januari hebben we de eerste gepland staan met onze 1-op-1 mentees. En dat kan in code 49. Dat kan op het landgoed. En Bernd Mintjes die komt dan vertellen ook. En dat is natuurlijk ook voor onze doelgroep heel interessant hoe ze dat hele project hebben opgezet. En zonder bank, ik geloof 4,5 miljoen euro in totaal hebben gefinancierd. Ja. Ongelooflijk. Niemand dacht dat het ging lukken. Dus, en toch is het gelukt. Ja, ik heb daar ongelooflijk veel bewondering voor. Ja. Ja. Waar heb je meer van geleerd, Marielle, van de investeringen die jullie gedaan hebben tijdens het Meisjes met een Missie project of met het project zelf, het ondernemen rondom Meisjes met een Missie? Ja, beide. Beide hebben ontzettend veel geleerd, maar op andere gebieden. Hè, de investeringen die we gedaan hebben en zeker de investeringen die niet gelukt zijn. Ik denk dat je daar uiteindelijk het meeste van leert, omdat je dan ziet wat is de fout gegaan. Ja. Zodat je dan de volgende keer kunt verbeteren. Maar het ondernemen heeft mij heeft me ook wel weer heel veel gebracht. Hè? Netwerk bijvoorbeeld en überhaupt een bedrijf gaan opbouwen. Ondanks dat ik zelf al jarenlang een eigen bedrijf heb, kwam ik in aanraking met marketing en met social media. Ja, dat deed ik nooit wat mee. Dus in dat opzicht heb ik daar ook heel veel van geleerd. Ja. Dus met allebei? Eigenlijk met allebei wel. Ik kan niet echt zeggen van dat heb ik meer geleerd met het een meer dan met het ander. Nee. Nee. Hey, misschien nog leuk of goed ook om een oproepje te doen, hè, met oog op de toekomst. Je zegt van ja, ik ben er nu nog niet klaar voor. Ik moet nu nog allemaal even bezinken. Maar je zei wel van, nou ja goed,
als ik hier in de toekomst nog wat mee ga doen, dan zie ik dat niet helemaal zitten om dat in mijn eentje te doen. Nee, ik heb het altijd met heel veel plezier gedaan samen met Nicole. En ik denk dat als ik het alleen moet doen, dat ik het niet meer ga doen. Ook omdat ik bang ben misschien dat het niet goed gaat, dat je niemand hebt met wie je het kunt overleggen. In mijn directe omgeving zit ook niemand die hiermee bezig is. Dus eigenlijk ben ik de doelgroep van het eigen event wat ik gegeven heb. Ja. Van ja, zoekend naar sparringspartners daarin die ook wat willen. Op den duur zou ik dat zeker willen. Dus als mensen deze podcast geluisterd hebben, je mag contact met me opnemen. Ja. Hoe zouden ze dat dan kunnen doen? Ja, misschien Instagram. Daar ben ik het meest actief op. Op het account van Marielle Hukker. Marielle Hukker, ja. Ja. En dan ben je op zoek voornamelijk naar dames om eventueel dan meisjes dan met, of maakt dat niet uit? Nee, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar iemand, dan wordt het wellicht in de toekomst jongens en meisjes jongens met een missie. Jongens en meisjes met een missie, ja. Ja, wie weet. Ja, nee, dat mag van alles zijn. Ik sta in de toekomst denk ik overal wel weer open voor. Ik moet echt kijken hoe mijn leven zich gaat ontvouwen zo meteen. Dus, ik denk dat momenteel gewoon belangrijk en goed is. Dan, jouw missie is op dit moment gewoon van per dag te leven en te kijken. Ja. Dus, ja. Ja, precies. En Nicole die zei, want dat was haar grootste drijfveer. Dus aan de ene kant die medicatie en de gezondheidszorg voor zichzelf. Maar anderzijds toch ook wel haar gezin, haar kinderen, waar absoluut ze zich druk over maakte. Hè? Ja. Ik weet nog goed dat jij die actie starten of aan het opzetten was. Een steunactie om daarvoor voor te zorgen toen ze nog leefde. En volgens mij op het moment dat je hem wilde lanceren, overleed ze. En werd het meteen een actie om geld na haar overlijden op te halen. Ze is echt 2 uur na de actie. Ze heeft het nog wel online zien komen. Ja. En ik heb haar ook nog kunnen zeggen toen dat er toen al, weet ik veel, een paar tientjes binnenkwamen toen. Ja. Dat ze zei, oh god, dat mensen mij geld geven. Dat zei ze toen nog. En ze is heel kort daarna overleden. Ja. 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 Ja, want ze had gezegd, ik kan pas met een gerust hart sterven wanneer ik weet dat mijn gezin in dit huis goed achterblijft. Ja. Ja, daar heeft ze echt alles voor gedaan. En dat is ook wat tot nu toe met die actie, die crowdfundactie is gebeurd. Hè. Nicole wilde geld ophalen om bepaalde dingen in het huis nog te realiseren. Want Nicole, zo mooi zei, iedereen heeft plannen, toekomstplannen. Van ik wil nog eens een keer, als je het over een huis hebt, ik zou nog eens een keer een nieuwe badkamer. Of eens een keer een nieuwe keuken. Of eens een keer een verbouwing willen doen. En wat Nicole zo mooi zei is, dat moet ik allemaal naar voren gaan halen. Want ik heb geen 20 jaar de tijd meer om daarvoor te gaan sparen. Dan kan ik het niet meer meemaken. Dus met die gedachten zijn we samen, hebben we de tekst voor de crowdfundactie nog geschreven. Van, wat zou je dan allemaal willen? En wat hopen we dan op te halen? Nou, dat is dus online gegaan. En daar is nu ook al €31.000 mee opgehaald. En daar is al een dakkapel voor gerealiseerd. Daar is de zolder al voor gesplitst in 2 slaapkamers. Daar is de tuin al van verbouwd. Dus dat is gewoon ontzettend fijn om te zien wat de kleine bijdrage die iedereen gedaan heeft, nu al voor impact heeft op het gezin. Ik denk dat Nicole daar echt ongelooflijk trots op is. Ja, ja natuurlijk een mega mooi bedrag. Hè. Ik zag, keek net nog even €31.600 staan. Ja. Daar is iets van afgegaan, want zo'n platform moet ook ergens van bestaan. Maar een kleine €30.000 is overgemaakt naar de vader van haar kinderen. Maar het streefbedrag was meer. Ja, het grappige is, dat was 2 weken geleden. Ik dacht, iedere week wordt er nog wel €5 overgemaakt of zo. Maar het is een beetje aan het doodbloeden nu. Hè. De kenbaarheid is wel een keer geweest nu. En net op het moment dat ik dat dus offline wilde halen, toen werd ik benaderd door de Flair. Of ik in hun kersteditie met een groot artikel wil, inclusief styling en fotoshoot, om de crowdfundactie te boosten. En toen dacht ik echt, maar dit is echt weer iets voor Nicole. Dat ze kan denken, zus, je hebt die €50.000 nog niet gehaald. Nee. Je gaat hem nog niet offline gooien. Ga maar even door. Ja. Ik zal je wel even helpen. Ja. Zo voelde dat echt. Hoe kan dat nou? Ik wil het stopzetten en precies op dat moment krijg ik een mail van de Flair. Ja. Ja, en inmiddels ook van de Kratia. Dus dat gaat in één keer weer lopen. Ik snapte helemaal niks van. En deze podcast. En deze podcast, Wat een streefbedrag, €50.000.
Ja. Er zijn al een aantal mooie dingen gerealiseerd wat jij aangaf. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er ook nog dingen zijn die nog niet gerealiseerd zijn. Nou, haar grootste droom was ook het financieel vrijmaken van de kinderen. Dus in ieder geval een mooie basis meegeven. Ja. Op dit moment is er vanuit de crowdfundactie nog geen geld overgebleven om de spaarrekening van de kinderen iets te kunnen spekken of iets voor hun studie apart te zetten. Ja. Dus dat zouden we zeer zeker nog willen. En de zolder, daar wil de man van Nicole nog heel graag airco's op hebben. Dat zijn allemaal nu nog wat kleine dingen die moeten gebeuren. En hij gaat in december, wil hij nog naar zijn ouders in Iran toe bezoeken met de kinderen. Dus de meeste dingen zijn ook wel gerealiseerd nu van de crowdfundactie. Maar er zijn nog een paar dingen die, nou ja, waarvan ik dus zei, nou ja, dan is dat maar niet gelukt. En waarvan Nicole zegt, denk ik, van ho, even doorzetten nu. Je reageert zelfs over haar graf heen. Ja. Ja. Ja, ja, die dingen zoals een tuin en een dakkapel en een extra kamer en zo, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Alleen ook daarin denk ik van ja, hoe fijn zou het zijn om ook die kinderen een zetje mee te kunnen geven. En met hun vader die natuurlijk in de uitkeringspositie zit, anders is die kans niet heel groot dat gaat lukken. Dus, Nee, dat is ook zo. Dat zou heel fijn zijn, zodat daar gewoon ook de komende tijd wat rust is. En dat hij geen druk voelt van ik moet weer werken of ik moet weer dingen doen omdat het anders niet lukt. Nee. Ja. Nee. Wat mij betreft gewoon er nog voor gaan en die 50 k aan te tikken. Ja. En wat jij zei, ja, Nicole was echt een gever, niet echt een vrager. Maar hoe mooi zou het zijn om haar, ook al voor de mensen die haar niet gekend hebben persoonlijk natuurlijk, die moeten dat dan maar aannemen dat het een gever was, om haar terug te geven. Ja. Dus waar kunnen mensen die graag willen bijdragen, hoe groot of hoe klein ook, dat doen? Waar kunnen ze dan naartoe? Ja, dat is op steunactie. En dat is een hele lange website, dus misschien is het handig om dat de link hieronder even die in de omschrijving te zetten. Dat gaan we dan even sowieso doen, inderdaad. Ja. Maar op steunactie.nl is het te vinden. Daar staat de actie misschien. Wat is de naam van de actie? Ja, dat is dus de titel. Volgens mij iets van Nicole Amiri, ongeneeslijk ziek. Nou ja, we zetten hem hieronder in de copy, in de beschrijving. Ja. Super fijn als je een grote of een kleinere bijdrage wil doen. Alle beetjes helpen wat dat betreft. Dank je wel. Ik denk dat een van de dingen om steenrijk te zijn of je steenrijk te voelen altijd is om ook te kunnen delen, te kunnen geven. Ja, absoluut. Voel je niet verplicht, maar mocht je wat kunnen en willen missen, graag. Ja, heel fijn. Marielle. Ja. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Is er nog iets wat je graag wil delen waar we het niet over gehad hebben? Nee. Of is die zo goed voor jou? Ja, ik denk dat dit... misschien zal ik later nog te denken. Want ik weet dat we de laatste podcast... de eerste podcast dat ik hier gezeten heb, dat je ons aan het einde min of meer een beetje voor het blok zette. Van, wat zou je dan nog willen meegeven aan de mensen die luisteren? Ja. Toen dacht ik, straks gaat hij die vraag ook stellen. Dus ik had me al wel bedacht, dat wil ik misschien nog wel even kwijt. Dat het focussen op dingen die niet mogelijk zijn, dat moet je ook gewoon niet doen. Ik heb in de ziekte van Nicole ook nooit me willen focussen op, ik hoop dat ze beter wordt, of ik moet ervoor zorgen dat ze beter wordt. Maar altijd kijken waar je invloed ligt. En in dat geval van de ziekte van mijn zusje was dat heel erg, ik wil een zo goed mogelijke zus zijn voor haar. Nou, en nu de ellende van het gezin waar ze nu doorheen moeten, van het missen van hun moeder. Ja, ik kan die pijn en dat verdriet ook niet wegnemen. Dus nu is ook mijn missie geworden. Ja, ik wil gewoon een zo goed mogelijke tante zijn voor haar kinderen. En dat kan ik bieden. En ik ga me niet focussen op de dingen waar ik geen invloed meer op heb. Nee. En dat is misschien ook voor de mensen die met investeren of dergelijke bezig zijn. Soms loop je misschien tegen onmogelijkheden aan. En dan kijken, hoe kan het wel mogelijk zijn? Ja, dus misschien echt beseffen van daar keuzes in te maken van oké, waar heb ik wel invloed op? En dat dan ook wel daadwerkelijk te doen. En dus je had wel tijdens haar ziektebed invloed op van wat kan ik doen om haar dag leuker te maken of te verlichten bijvoorbeeld. Ja.
Maar niet natuurlijk om haar weer beter te maken. Ja, dat ligt niet in jou. Nee, en dat is misschien wel... Ik wil niet zeggen dat het gros van de mensen zo leeft, maar misschien ook wel. Dat we soms ook zo ons blind staren op dingen die gewoon niet kunnen. En ons zo verliezen in... Oh, ik hoop maar zo dat het zo of zo gaat. Of ik zou het niet aankunnen als dit of dat gebeurt. Ga je focussen op iets waar je wel invloed op hebt. Want daar voel je echt een heel stuk krachtiger door. Ja, en kijk wat hetgene is wat je nou eigenlijk wil. En we hebben die oefening laatst gedaan met 1-op-1. Dus tijdens onze praktijkdag, daar was Sanne van Pasen die daarmee bezig was. Een oefening deed van, oké, wat is nou je waarom? Wat wil je nou uiteindelijk? En dan kom je bijvoorbeeld, komen veel mensen op dingen als, ja, meer thuis zijn. Meer tijd hebben met het gezin. Waarom ga je dan niet morgen al, of misschien zelfs nog wel vandaag, meer tijd doorbrengen met het gezin? Weet je, we maken het vaak ook heel als een groot abstract doel van ja, maar dan moet ik eerst weer dat harde ondernemen werken. Want dan heb ik veel geld en dan kan ik het wat rustiger aandoen. Nee, ik kan er ook gewoon voor kiezen om heel veel van de dingen die we willen bereiken, kunnen nu al gewoon. Ja. Dus maak het misschien ook niet onnodig. Niet groot. Nee, maak het inderdaad behapbaar voor jezelf. Ja. Maar doe datgene dan ook. En doe datgene. Ja, daar word je echt een gelukkige mens van. Ook als je hele moeilijke dingen moet doorstaan. Is dat wel hetgene wat je er misschien wel in vooruit helpt. Ja. Ja. Mooi. Marielle, dankjewel. Ja, graag gedaan. Mag ik jou heel veel sterkte toewensen voor de komende tijd. Dankjewel. En voor de terugreis zometeen. Ja, ik zal je even rijd voorzichtig. Stuur me even een appje als je thuis bent. Ja. En ik ben heel erg benieuwd hoe het allemaal verder zal gaan met de steunactie, met het artikel in Flair, waar dat allemaal weer tot leidt wellicht. Hè? Want je weet nooit wie dat weer leest. En ook eventueel wel of niet met meisjes met een missie, of dat een tweede leven krijgt of niet. Ja, misschien wel 2.0. 2.0. Meisje met een missie. Ja. Ik weet het niet. Meisjes en jongens staat met op. Een missie. Nee. We gaan het zien. Ik blijf je uiteraard volgen. Dus dank je wel. Jij ook bedankt voor je tijd en de ruimte hier. Ja. Nou, vandaag een wat misschien meer beladen, wat zwaardere aflevering van Zo Word Je Steenrijk dan je misschien gewend bent. Maar ik hoop desalniettemin of juist daardoor ook een hele waardevolle, met veel waardevolle inzichten en lessen dat het leven helaas vaak tijdig is. En wat wij daaraan kunnen doen, dat we gewoon maximaal moeten leven en genieten. En dat het goed is om te kijken wat de lessen zijn die jij ergens uit kan halen. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw missie is in het leven, wat het ook is. Zorg ervoor dat je die scherp hebt en leef daarna. Ga daarmee aan de slag. En ik zie je heel erg graag weer bij een volgende aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Superleuk dat je keek naar deze aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Kan je niet genoeg krijgen van deze podcast? Wil je meer financiële kennis hebben? Vergeet dan niet om je te abonneren op ons kanaal. Doe dat duimpje even omhoog en laat een reactie hierachter onder deze video. Dan ben jij als eerste op de hoogte wanneer er weer een nieuwe aflevering voor jou online staat. En daarnaast help je ons er ook heel erg mee, zodat wij deze waardevolle en gratis content voor jou kunnen blijven maken. Ik zie je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.